er zijn een heleboel campers. Heel veel campers zijn gekomen en die hebben hier een vergadering van de groep camperplaatsen bij ons. Samen met de familie Fontijn uit Weert hebben we heel veel camperplaatsen vorig jaar uitgenodigd. En daar hebben er een aantal van gereageerd. En daarna is de groep camperplaatsen bij ons ontstaan. Er zijn nu een paar nieuwe camperplaatsen bijgekomen. En er zijn een paar eigenaren die hebben het verkocht. Dus we hebben nu, maken nu nieuwe kaarten die hopen we in maart te kunnen tonen. Dus als u een camper heeft, bezoek ze. Kijk op Facebook, dan kun je ze vinden. En alle camperplaatseigenaren zijn vriendelijk en gastvrij. Ik wil graag dat mensen zich gewoon even voorstellen. Wij hebben de camperplaats Schulze en die zijn we begonnen omdat mijn vrouw anders niet al te durven doen had. Ja, dat mag ik nou zeggen. Camperplaats Waterloo in Friesland. Dit is camperplaats Vechtraal. Wij zijn hier als Jacqueline Dollevoort van het Kroonse Broekje. Sorry, ik spreek in Nederland. We zijn Corrie Fontijn uit de camperplaats Weert. En we vinden het gewoon heel leuk om met mensen om te gaan. Dus, gezellig. Wij zijn Hans en Jetty Molens van het camperpark Hoornen. We zijn Jan en Sandra Berke van camperpark Schoppenboer in het mooie Twente. We zijn vorig jaar juli samen bij camperplaats Kale Duinen begonnen. Wij zijn André en Ritske, de nieuwe eigenaar van het Tunhuis in Friesland. Makkelijk, hè? Oh ja, wat een allemaal goedemiddag. We zijn Henk en Ria Boon. Wij komen nu onder en hebben de camperplaats De Bonenstee. Wij zijn van camperplaats in Diepenheim. Wij zijn Karel en Gabrielle van camperplaats Oorschot. Camperplaats Afslag Nagelen in het mooie Noordoostpolder. Nou, wij zijn dan Anneke en Lambert de Zwaan. Camperplaats De Zwaan.